Nat en fris weer, zoals nu, daar moesten we deze week mee doen. Blijft het dit weekend zo of knapt het weer op? Zonniger en warmer lenteweer is in aantocht, maar helaas arriveert dat pas na het weekend. Toch hoeven we ook dit weekend al minder vaak te schuilen voor de regen. Zaterdag is het nog fris en wisselvallig. Een stevige noordwestenwind voert buien aan vanaf de Noordzee. Sommige van die buien zijn winters met hagel en mogelijk zelfs wat natte sneeuw. Het is ook fris met een graad of 9 als maximumtemperatuur, maar door de wind voelt het aan als een graad of 4. Die winterjas heb je dus echt nodig. Zondag waait er een mildere zuidwestenwind. Daardoor wordt het dan 10 graden aan zee tot 12 graden in Limburg en dat is al iets minder fris dan op zaterdag. Bovendien blijft het overwegend droog. Alleen in de noordelijke helft van het land is nog kans op een lokale bui. Verder zien we wolkenvelden, maar ook al zonnige perioden. Prima weer dus om erop uit te trekken. Na het weekend wordt het echt lekker lenteweer met 15 tot 20 graden en zonnige perioden. Meer daarover lees je op Weer Online. Goed weekend! Rise, shine.